We gaan een setup upgrade doen. Ik wil gewoon de stream zo ziek fixen dat er gewoon alles topnotch is. Een hele goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog, jongens. Ik moet eigenlijk trouwens zeggen, middag. Het is weer tijd om te sporten bij Joey. Ik ben er nu onderweg, ik ga er nu onderweg naartoe. Dat gaat heel erg tof worden. En boven zit trouwens Ido al, die is bij mij thuis. Die blijft een nachtje slapen. Dat gaat ook heel erg gezellig worden. Dus nu gelijk de auto in onderweg naar Joey. Ik ben inmiddels bij de man, Joey. We zijn er weer met zijn fresh chapsel. Allebei een fris kapsel. Ik ben inmiddels al een tijdje aan het trainen. En ik kwam ook net tot de ontdekking. We zijn namelijk al drie kwartier bezig ofzo. Ja. Van, ik heb eigenlijk nog helemaal niet gevlogd. We waren zo lekker aan het praten dat ik gewoon helemaal vergeten ben om te vloggen. Maar ik heb gewoon weer bankdruk gedaan, 100 kilo. Daarna nog schuine chest press, toch? Op 30 kilo. Nu zijn we nog een andere borstoefening aan het doen en daarna nog even triceps klappen. Dus nou, laten we dit setje dan maar even filmen, toch? Ja, man, gaan we even filmen. Easy going, denk ik. Het is koud buiten, jongens. Dus mocht je ook goed voorbereid moeten zijn op de winter. Je weet te vinden, mooielisten.nl. Ga er even heen. We scoren ook jouw Insta merchandise. Binnenkort, jongens, wordt de hele shop er aangevuld. Nieuwe foto's. Gaat fucking ziek worden. En het is nieuwe voorraad. Dus mocht jouw producten nu uitverkocht zijn, die je heel veel wil hebben, die jouw maat, binnenkort zijn ze weer. Iedereen wil een ei op zijn chest. Oh, royalistic. Yes. Netjes ouwe. Ik ga gewoon even voor jou fixen, Joe. Eigenlijk wel, ga ik hier gewoon in werken. Gaan we gewoon een keertje met een training. Ga je gewoon met Roy zijn merchandise aan. Ja, toch? Allebei rocken we hem dan. Dat is wel vet, man. Oké, dan gaan we, Roy. We gaan gewoon naar triceps. Even lekker gewoon deze. 10 herhalingen maken, denk ik. Yes, man. Nu is het wel een beetje jammer dat je trui aan hebt dat je niet die dikke triceps ziet, man. En die poppen nu niet. Die pop je er nu uit. Ja, ze ziet wel een beetje, man. Kijk. Kijk. Zien we ze, jongens? Ja, ja, man. Ziet het wel. En ook boven je hoofd, hè? Gelijk erachteraan. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Waarom niet in? Juist. Netjes, ouwe. Hoppa. Ik heb vandaag eens een truitje aan voor de extra vetverbranding. Dat heb ik al verschillende keren gehoord van Joey, ook gelezen op internet. Als je met een trui aantraint, dan krijg je natuurlijk warmer. Oftewel je lichaamstemperatuur stijgt, je hart gaat sneller kloppen omdat je het zo warm krijgt. Daardoor zweet je het uit. Extra vetverbranding. En dat is wel lekker, want we weer langzaamaan richting die winter gaan. Maar je wil ook niet te hard bulken. Je wil natuurlijk tot een bepaald level komen, waardoor je ook weer makkelijk kan droog trainen. Dus daar zijn we nu een beetje naartoe aan het gaan. Clean bulk. Trainen met kruis ook wel zeggen. Maar wel, merk wel vermoeiender ofzo. Ja? Ja. Ja, je lichaam moet harder werken om te koelen. Ja, het is warm gewoon. Ja, het is warm. Na het sporten heb ik echt onwijs trek gekregen. En hoe chill is het dan dat Deetje lekkere stampot heeft gemaakt. Lekkere Hollandse pot, andijvie stampot. Met 4 hamburgertjes erbij. En ik zei al, Ido blijft ook gezellig eten, die is hier al. Wij gaan vanavond namelijk de setup fixen. De setup upgrade eigenlijk van de studio. Hier staat alles wat we daarvoor nodig hebben. USB extenders, een pakketje. Ja, wat daar nou precies in zit, dat gaan jullie later in de vlog achterkomen. Want eerst gaan we gezellig met z'n allen eten. Toch? Yes. Eet smakelijk. Oh, dit ziet er lekker uit. Oh, dit ook. Eet smakelijk. Jongens, Ido heeft echt een ziek talent. En dat meen ik echt oprecht. Ido kan als een baas, maar ook echt als een motherfucking baas, piano spelen. En hij doet het ook echt al heel lang. Sinds wanneer doe je dat al, Ido? Sinds dat ik 7 ben, denk ik. 7? Dus dat is nu zo'n bijna 11 jaar. Ja, je bent nu 15. Nee, Ido is nu 18, dus je doet het al 11 jaar. Jesus Christ, oké. Okay. Komt-ie aan. Ik heb tegen Ido gezegd, ik pak gewoon mijn vlogcamera en ik ga je random een opdracht geven. Omdat ik weet dat hij dit goed kan. Ik hou heel erg van hardstyle. Ido ook. En ik weet dat hij een aantal liedjes verhardsteld op de piano heeft, zeg maar. Of dan moet ik het anders zeggen. Verpianoed heeft. Ja. Vanuit de hardstyle. Bijvoorbeeld Headhunters, This Is Our Church. Ik laat nu even een klein stukje horen van This Is Our Church. Van echt het refrein, zeg maar, van de hardstyle. This is our church. En dan nu de pianoversie van Ido.
geweest, gast. Dat was zo ziek. Damn, oké. Okay. Ook van D-Block en Estefan ken je best wel wat, toch? Ja, Welke was het ook weer? Twilight zou volgens mij. Ja! Da-da-da-da-da-da-da. Live entertainment in de vlog. Ido is trouwens ook in te huren. E-mail naar Ido. Ja, wat voor e-mail zullen we eens bedenken? Ido-inhuren@royalistic.nl. Ik beheers de inkomsten. Ido is te boeken. Ja, ik ben je manager. Ido is te boeken vanaf €50 per uur. En dan is het nog onderhandelbaar. Oké, Ido, ik ben heel benieuwd hoeveel boekingen we binnen gaan krijgen. Nee, oké, okay, doe maar eventjes nog eentje, als je wil. Nog een hardstyle plaatje. Of een nummer waarvan jij zegt, ja, maar deze kan ik zo ziek spelen. En die is echt lijp voor op de vlog. Misschien Pirates of the Caribbean of zo? Of is die te moeilijk? Ja, dat kan ik wel proberen, maar ga ik hem echt even neerzetten. Ja, ja. Dan vliegt die piano alle kanten op. Komt ja. Ja, we waren ook allemaal filmpjes van The Voice aan het kijken. Dus zo kwamen we op het muzikale aspect. Scoopy is ook aan het chillen, die is lekker aan het meeluisteren, vindt het heerlijk. Kort. Ja, hij is een beetje kort, ja. Mag niet. Oké, okay, gaat het zo lukken? Alright. The river flows in you. Kan je die nog? En dan ga je gewoon gelijk naar het mooie stukje. Dus dan hoef je niet eerst de hele intro te doen. Maakt niet uit. Show must go on. Oh, deze toonhoogte is mooi. Heb je ook al lang niet meer gespeeld, right? Ja. En het hoort inderdaad bij dat je gewoon foutjes kan maken. Oké, okay, maar welk liedje, want jij speelt nog steeds heel veel piano. Welke vind je momenteel het chillst om te spelen en kan je ook echt het beste spelen? Dat is een beetje een combi, waarvan jij zegt van nou, als ik een show-off moet doen, dan laat ik altijd deze horen. Behalve de Pirates of the Caribbean. Ja, nou dat is eigenlijk voor de meeste optredens die ik heb gedaan, zit die er echt altijd tussen. Ja. Maar welke ik dus net, ik speelde net Our Church. Ja. Maar ik heb die namelijk laatst ook tijdens de optreden gedaan, dan plak ik nog Resurrection van Project One erachter. Ja, die is heel ziek. Die kan je heel goed. Dat is dus ook een nummer, wacht even hoor. Project One met Resurrection gaan we nu even naar luisteren. Fast live on. Nou, dat is dus het refrein van de Resurrection. En dat gaat Ido nu even op de piano doen. Komt ie aan. Thank you.
gaat heel ziek, ouwe. Ja, ik kan daar echt uren naar luisteren. Naar iemand die gewoon echt goed piano kan spelen. Ik kan zelf ook een paar nummers. Niet heel fantastisch, maar ik vind dat ik dat nu ook gewoon moet laten zien. Dus nu het moment ervoor. Nu mag Ido mij even filmen. Dan laat ik even mijn piano skills zien. Ben je klaar voor? Mooi, daar gaan we. Goed, nu ga ik even mijn piano skills showen. There we go. Guys, you're all listening to Royalistic Radio. I'm from Texas, and this was Royalistic Live with some Lord of the Rings. Some Lord of the Rings music. Sorry, you know, we heard some Lord of the Rings music, The Shire with the Hobbits. Know what I'm talking about? This was some really good music. Now we're switching over to a new number, a new song. It's still from Royalistic Radio. It's nice you're listening. It's nice you're tuning in. Hereby, I will present you some classic vibes. Some classic vibes. You all know this one. Back then, 10 years ago, when I was a little kid, you know, I was always listening to this kind of music. I'm driving around in my tractor, doing some cool shit, and then out of the sudden this number came out of the radio speakers, and it was so goddamn good. It was Für Elise. So that's what I'm going to play right now. Royalistic Radio, nice you're tuning in. We're going on to the next song, Royalistic by Für Elise. Are you ready? Let's go. Some dishes that needed to be done, and it's now ready, so that's cool. We can drink some coffee again, have a laugh, drink a beer. You know what I'm saying? This was some good music. This was some good music. Realistic, do you have more? Do you have some, like, for example, Mario? Do you have the Mario team? Well, he can play it a little bit. Let's do it. That was it. Realistic, nice. Thank you very much. Little small Mario team. It was amazing. Ja, voor de radio heb je ook zo'n radiolach nodig. Zo. That was some amazing tune. All right. What we have more, right? What do we have more? Let's see. Wat was dat weer? Oké, dat heeft hij zelf bij bedacht.
deze Jos, die a.k.a. Roy, ook wel bekend als Royalistic, is ook in te boeken. Dus denk je nou van, hey, dat lijkt me geinig, zo'n Jos die op mijn feestje, dat kan. Ik ben wel wat duurder dan Ido, omdat ik ook wat meer kan dan Ido op de piano. Dus dat was overduidelijk te horen net. Ik kan veel meer. Ik speel echt al jaren piano. Dus voor mij betaal je gemiddeld... moet je denken aan €2000 per uur. Dus ja, trek je portemonnee maar open. Maar dan krijg je wel dus echt een goede piano act ervoor terug. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, Royalistic piano boekingen, a.k.a. Josti Band, apenstaartje, royalistic.nl. Via daar kan je me boeken. Gegarandeerd binnen 24 uur antwoord. Denk je van, hey, lijkt me leuk. Roy de Josti Band op mijn verjaardag. Veel liever dan Ido natuurlijk, want die pakt er echt helemaal niks van. Dan weet je het te vinden, hè? E-mailadres. Ik weet het niet eens meer uit mijn hoofd, maar dat ene e-mailadres die hier nu staat. It was nice, you're all marching to Texas Royalist Radio. Now we're tuning up. I mean, next up, we got nothing. We got some new vlog material. Thanks for listening, and we'll see you next time. Bye-bye. From Texas, we say howdy howdy, matey matey, goodbye. En dan gaan we nu over, jongens, naar de setup. Want ik had jullie beloofd, we gaan een setup upgrade doen. Ik wil gewoon de stream zo ziek fixen, dat er gewoon alles topnotch is. Qua geluid, qua webcams, qua alles. Dus we hebben hier nu ook belichting voor gefixt. De webcam kan gewoon hier opstaan, omdat we een USB-extender hebben die onder het bureau langs gaat. Zo mijn PC in, dus... Alles wordt al beter, maar het wordt nog beter met deze twee headsets. Want hierdoor, wat we nu heel vaak hebben... Kijk, hier ligt mijn mic, mijn Rode mic. Maar degene die hier zit, als die schreeuwt of überhaupt gewoon praat... dan is dat te horen op deze mic. Dus het echoot, zeg maar, best wel heel erg als we met twee mics zouden gaan werken. Dus stel, ik hou deze mic hier en een aparte mic voor deze PC, ook dezelfde. Dan gaan we naar elkaar echoen en dat hoor je op stream. Wordt heel irritant. Dus heb ik deze twee headsets gekocht. Deze hebben ze ook bij de Fortnite Pro AM. Zo ben ik er ook op gekomen. En deze twee headsets hebben een helikopter mic, waardoor je gewoon niks... van degene naast je hoort. Überhaupt geen omgevingsgeluid. Deze zijn freaking sick. En we gaan ze nu unboxen. Het is dus de Pro of Ank. Ank, whatever. Laat ik alvast zeggen. Nee, dit is niet gesponsord. Ik heb deze gewoon uit eigen zak betaald. Best prijzig. $300 volgens mij per stuk gewoon. Dus ik heb er nu twee van gekocht. Zo. Wauw. Het doosje mag er wel zijn hoor. Hey. Het doosje mag er wel zijn. Nou, mocht je hem dus mee willen nemen. Je krijgt er ook een handig travel bagje bij. Hij voelt best licht, moet ik zeggen. Hij voelt echt niet zwaar. Holy pauperfuck, man. Heel gruwelijk. Oh, hij voelt comfy. En er zitten dus ook batterijen bij, dus hij kan ook wireless. Dat is wel heel gruwelijk. Dat is inderdaad echt wel heel erg insane. Kijk, dit is die mic. Wat een apparaat. Maat, dit kan er als het goed is ook uit. Mocht je hem gewoon als headset willen dragen om gewoon mee te gamen, dan kan dat dus ook. Gratis, Ido. Hallo, ik ben Ido. Wow. Hallo. Maat, dit lijkt me een pauwfuckersting. Ik hoor geen shit. Holy pauperfuck. En waarschijnlijk als je hem connect dan al helemaal. Dan gaat hij helemaal je achtergrond helemaal filteren. Hij zit heel lekker, man. Nou, twee dus van deze. Laten we ze gaan aansluiten. A few moments later. Zo jongens, de stream setup is geüpgraded. Ik heb hier extra belichting. De headsets zijn geunboxed. Of dit is de verkeerde headset. De headsets zijn geunboxed. En ze zijn echt fantastisch. Ze werken echt serieus supergoed. Hele mooie mic kwaliteit. Dus het is heel fijn om mee te werken. Aan mijn kant ligt hier natuurlijk ook. De opname die we net hebben gedaan is aan het renderen. Dus het ziet er dan zo een beetje uit. Mijn facecam boven, Ido's facecam onder. Gewoon de gameplay. En tijdens de stream kan ik zelfs nog de gameplay wat hij op zijn scherm ziet, kan ik ook in de stream laten zien. Dus dat is wel echt heel vet. En ja, bij mij is er verder niet zo heel veel veranderd. Gewoon de lichten, waarvan er nog eentje uit moet. Zo, daar staat die ook weer uit. Dus ja, bij mij verder niet heel veel veranderd. Behalve dan de headset, die echt mokerstil is. En mijn stream deck is echt gruwelijk ingesteld. Moet je dit eens kijken, jongens. Hij is echt fucking vet. Dus ik kan hier van alles doen om de stream, zo chill mogelijk mee te maken. Dus het ziet er allemaal fantastisch uit. En binnenkort is te zien in de livestreams. Beste kijkers, tot zover de vlog. Ik ga lekker slapen. Ido gaat lekker slapen. Zijn bedje staat hier, ligt hier al klaar met Scoopy. Want wij zijn moe, hè, maat? Vooral jij. Jij bent echt moe. Ik heb echt in één keer gewoon poef. Holy pauper, gast. Maar goed, we gaan dus lekker slapen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Zo ja, dan mogen jullie natuurlijk belonen met een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Morgen gaat het heel gezellig worden. Morgen komt Tom ook weer langs. Dus wees er morgen zeker weer bij een nieuwe vlog. Voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.